Het herstellen van je zelfvertrouwen dankzij een speciale tatoeage. Veel mensen houden niet zo van tatoeages en het hebben van een design op hun lichaam dat altijd bij hen zal blijven. Maar of we het leuk vinden of niet, deze verhalen laten zien hoe een simpele tatoeage kan helpen in speciale gevallen zoals borstkanker. Stefanie M. heeft pas borstkanker overleefd. Nadat ze een mastectomie heeft ondergaan, heeft ze ervoor gekozen haar borsten te laten herstellen. Maar borstreconstructie is een ingewikkelde operatie waarbij tepels vaak niet goed reageren. Een veelgebruikte techniek vandaag de dag staat bekend als kleuring. Het is een techniek die vergelijkbaar is met een tatoeage, maar die helaas maar weinig wordt gebruikt in ziekenhuizen en medische klinieken. Een andere factor om in gedachten te houden, het is niet permanent. Een paar jaar geleden lanceerde Hierro Velasco, een tatoeëerder uit Collado Villalba, Madrid, Spanje, een nieuw project op de sociale media, waarbij hij zijn gereedschap en diensten gratis aanbood om tepels op de borsten van vrouwen in nood te tatoeëren. Dankzij dit initiatief heeft Stefanie M. weer borsten. Ze verklaarde dat deze zomer, terwijl ze op het strand waren, haar dochter tegen haar zei: "Mama, je bikini zakt af. Bedek jezelf, want mensen kunnen je borsten zien." Het lijkt misschien niet zo bijzonder, maar deze woorden hebben haar enorm gelukkig gemaakt. "Ik heb weer borsten," glimlachte ze. Een hele speciale tatoeage. Kankerpatiënten die een mastectomie hebben ondergaan, weten dat dit niet zomaar een tatoeage is. De tepel is een belangrijk onderdeel van de vrouwelijkheid van de vrouw. Het maakt niet uit of niemand behalve de vrouw zelf en haar partner zo te zien krijgt. Het is een kostbaar en delicaat gebied van het vrouwelijke lichaam. Het verlies hiervan als gevolg van het verwijderen van een of beide borsten is, of je het leuk vindt of niet, iets dat erg traumatisch en gevoelig ligt. Jero Soriano, de tatoeëerder, weet dit goed. Hij maakt gebruik van een mengsel van kleuren, zoals oranje en bruin, om de textuur van de tepelhof en tepel te simuleren om deze vrouwen het zelfvertrouwen terug te geven dat ze zo erg verdienen. We moeten erop wijzen dat de herstructurering van de borst vaak resulteert in twee stukken vlees die in niets lijken op natuurlijke borsten. De vorm kan zo zijn dat het er goed uitziet onder kleding, maar er is nog iets dat ontbreekt. Privé kan de afwezigheid van een tepel een oorzaak zijn van een laag zelfbeeld voor veel vrouwen, niet bij allemaal, want iedereen zal deze situatie individueel ervaren. Chirurgen en tatoeëerders, het is een gezamenlijk project. Zodat deze vrouwen volledig kunnen herstellen, moeten een chirurg en een tatoeëerder de perfecte borst namaken. Terwijl deze kunstenaar zijn delicate werk doet, is het bijna onmogelijk om geen vragen te stellen en zo beïnvloed te raken door het persoonlijke verhaal van ieder van deze vrouwen. Overlevenden bieden hoop. Zoals hij uitlegt, worden deze soorten tatoeages gewoonlijk uitgevoerd in een privékliniek. Ze kosten vaak tussen 300 en 400 euro per borst en dat is eigenlijk schandalig. De prijzen zouden nooit in de buurt van deze bedragen moeten komen wanneer de persoonlijke situatie van een vrouw in gedachten wordt gehouden. Velen van hen hebben al te maken gehad met de kosten van andere dingen, zoals pruiken, om zich nog steeds vrouw te kunnen voelen. Deze ideeën zijn bedoeld om meer dan de waardigheid van een vrouw te herstellen. Het verliezen van je haar en borsten is voorvallend zoals het uitwissen van je hele vrouwelijkheid. Ze zullen in onze ogen altijd mooi zijn. De realiteit van elke individuele persoon is uniek en uitzonderlijk. Sommigen lijden meer dan anderen aan de verwoestende nasleep van kanker. Maar het zijn zorgzame ideeën zoals van deze tatoeëerder die ons vullen met geluk.